PPG dreigt Hoge Zand te verlaten als de vakbonden niet akkoord gaan met de reorganisatieplannen. Goedenavond. Alles wat stad en omland boeit op donderdag 6 juni. Dit is Noord Vandaag. RTV Noord blijft de regionale omroep van de provincie Groningen. Het commissariaat voor de media heeft de concessie om uit te mogen zenden met 5 jaar verlengd. Er had zich ook een tweede partij voor de concessie gemeld, IRTV Groningen. Maar de provincie gaf eerder al aan de voorkeur te geven aan RTV Noord. Dat advies is vandaag overgenomen door het commissariaat voor de media. Er dreigen acties bij glasvezelproducent PPG in Hoge Zand. FNV-bondgenoten heeft het eindbod van de directie naast zich neergelegd. Het bod zou respectloos en onfatsoenlijk zijn. PPG verkeert in zwaar weer. Bij de vestiging in Hoge Zand verdwijnen 45 banen. Als er acties komen, zegt de directie dat de deur helemaal op slot gaat. Een 51-jarige gezinshulp uit Uskwerd heeft zich volgens justitie schuldig gemaakt aan ontvoering en smaad. Toch is vandaag voor de rechtbank in Groningen geen straf tegen haar geëist. De vrouw haalde 3 jaar geleden op eigen houtje een 8-jarig jongetje bij zijn moeder weg. Het kind zou worden verwaarloosd en mishandeld. Straks meer over deze zaak. De man die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van een 12-jarig meisje uit Middelstum heeft in ieder geval nog 1 ander minderjarig meisje misbruikt. Een onderzoek naar een mogelijk derde slachtoffer loopt nog. De 48-jarige man uit Noord-Brabant leerde de meisjes kennen via internet. Hij werd vorige maand opgepakt nadat de politie het meisje uit Middelstum bij hem in de auto had gevonden. Zij was een dag eerder door haar moeder als vermist opgegeven. Aan de 5e Morigelaan in Blijham heeft vanmiddag brand gewoed in een schuur met hooi. De brandweer had moeite het vuur te bestrijden, omdat er weinig bluswater in de buurt was. Daardoor duurde het vrij lang voordat de klus was geklaard. Wel kon de brandweer voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar de aangrenzende schuur. Projectontwikkelaar Revascom is positief over de kansen voor een Factory Outlet Center in Oost-Groningen. De initiatiefnemers zouden afzien van de Gouden Driehoek bij Zuidbroek en willen kijken naar een locatie in het stedelijk gebied rond Winschoten. Volgens de projectontwikkelaar is het nieuwe provinciebestuur bereid om de komst van het centrum naar dat gebied te steunen. Wethouder Theo Berends van de gemeente Haren is gisteravond op inbrekerspad gegaan. Hij sloop huizen binnen om mensen voor te lichten over inbraakpreventie. De reden voor het onverwachte bezoek is het hoge aantal inbraken in de wijk Oosterhaar. Bewoners werden gewezen op openstaande ramen en containers die dicht naast schuttingen staan. Inbrekers zijn lui aangelegen, zoals een collega van mij dat vroeger zei, die uit Holland kwam. Die zoeken wel de makkelijkste plek op om dat te doen. En waar de gelegenheid is, dan gaan ze naar binnen. En als ze veel inspanning moeten leveren, zullen ze dat maar zo niet doen. Gasterra Flames heeft voor het komend seizoen Arvin Slachter aangetrokken. De 27-jarige guard is de 3e Nederlandse international die de Groningse club binnenhaalt. Slachter werd het afgelopen seizoen uitgeroepen tot de meest waardevolle speler van de play-offs. De play-offs waarin hij met Leiden de Flames wist uit te schakelen. Straks een droom die uitkomt voor leerlingen van het Predinius Gymnasium in de stad. Het liep deze dagen nooit kapot te kennen met het weer. Heel veel zon, lekkere temperaturen. Nou, er komt storen aan wel wat verandering. We zakken iets met de temperatuur om en heen en dat heeft alles te maken met de bewolking. Ik heb nooit voor eigen rechter gespeeld, maar kwam op voor het belang van een kind. Het zijn de woorden van de 51-jarige gezinshulp uit Uskwerd die vandaag terecht stond wegens ontvoering van een 8-jarig jongetje uit Garsthuizen. U hoorde het net al. De gezinshulp zegt naar eer en geweten te hebben gehandeld en staat nog altijd achter haar besluit. De verdachte werd in 2010 ingeschakeld om de moeder van de 8-jarige Giovanni te begeleiden in het huishouden. Volgens de gezinshulp maakte ze er een potje van en mishandelde ze haar kind. Als moeder boos was, werd hij gewoon geslagen. En ook in bijzijn van andere mensen. Het gezin was bekend bij de hulpverlenende instanties. Omdat die te weinig actie zouden ondernemen, nam ze Giovanni op eigen houtje mee. Dames en heren, de rechtbank.
Vandaag, 3 jaar later, stond ze terecht. Volgens het Openbaar Ministerie had ze als gezinshulp nooit voor eigen rechter mogen spelen. Ze had juist als professioneel hulpverlenster beter moeten weten. Ze had niet mogen ingrijpen op de manier zoals ze dat heeft gedaan. Volgens het OM heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan ontvoering en smaad. Toch werd er geen straf opgelegd. Die bijzondere omstandigheden van dit geval, want de situatie was ook heel schrijnend. Ze heeft haar uiterste best gedaan om zeg maar, het beste voor het kereltje zeg maar, te regelen. Die maken wat ons betreft de belangenafweging dat een straf niet op zijn plaats is. De gezinshulp was vandaag niet bij de zitting aanwezig. Volgens haar advocaat heeft ze altijd gehandeld in het belang van het jongetje. Ze heeft nooit iets anders gewild en nooit anders gedaan. Toch denkt het Openbaar Ministerie daar dus anders over. Ja, en dat verbaast mijn cliënten des te meer. Want datzelfde Openbaar Ministerie besloot in een eerder stadium om niet tot vervolging over te gaan. We vonden dat er geseponeerd moest worden vanwege diezelfde bijzondere omstandigheden. Het Hof heeft vervolgens de vervolging bevolen. Vandaar deze vervolging. Maar onze afweging is in wezen niet een heel andere. Ze is strafbaar, maar een straf is wat ons betreft niet op zijn plaats. Het jongetje werd destijds door de Raad voor de Kinderbescherming ondergebracht in een pleeggezin. Inmiddels woont hij weer bij zijn moeder. De directie van PPG in Hoge Zand dreigt de fabriek te sluiten als de bonden de eisen niet matigen. De glasvezelfabrikant verkeert in zwaar weer. Omdat het personeel een alternatief besparingsplan op tafel heeft gelegd, zijn de bonden van plan om toe te geven. Ook de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van PPG. Voor het personeel is het slikken of stikken. Slikken betekent akkoord gaan met bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden. En geen enkele garantie dat er een goed sociaal plan is als die bezuinigingen uiteindelijk niet helpen en het bedrijf toch sluit. Het dreigement dat de fabriek bij niet slikken dichtgaat neemt de bond serieus. Toch worden acties voorbereid. Als je op voorhand overal ja tegen wilt zeggen, omdat je bang bent dat dan het dreigement komt als je niet doet wat wij zeggen, sluiten we de tent. Ja, dan weet je op voorhand wat er in de toekomst iedere keer gaat gebeuren als je het niet eens bent. Dan krijg je telkens weer het dreigement. Als je niet doet wat wij zeggen, dan sluiten we de tent. PPG heeft het moeilijk. Door de crisis is er minder omzet, terwijl de concurrentie harder wordt. Personeel en bond zien ook in dat er offers moeten komen. Mensen zijn tot zeer veel bereid in een poging om de continuïteit van het bedrijf uiteindelijk te waarborgen. Maar niet genoeg volgens de directie. De onderhandelingen zijn vastgelopen. De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij vreest het ergste. Ik denk wel dat het zaak is dat iemand bemiddelt om de hakken uit het zand te krijgen. Want als dit zo blijft, ja, dan denken wij ook dat dit echt een aflopende zaak is. De bond is wantrouwend over het motief van de directie om vast te houden aan het eindbod. Ja, dan heb ik me wel eens afgevraagd in hoeverre men probeert een sluiting die misschien wel al voorgenomen was op het bordje van de werknemers te leggen. Volgens de NOM heeft PPG nog kansen. Daar zijn gesprekken over met de directie. Maar alleen als dit conflict wordt opgelost. Wil je met elkaar verder kunnen gaan, dan zullen eerst personeel en directie het met elkaar eens moeten zijn over de toekomst van dit bedrijf. Dat er perspectief is, zijn we van overtuigd. Maar alle vervolgstappen hangen daarmee samen. Volgende week stuurt de bond een ultimatum aan die directie als die de werknemers niet tegemoet komt. Is PPG er niet toe bereid, ja, dan zullen we uiteindelijk verzet moeten plegen en we gaan dat doen ook. Een ruime meerderheid van provinciale staten steunt de visie van het provinciebestuur om te investeren in een oostelijke ringweg rond Bedum. Eerder sprak de gemeenteraad van Bedum zich al uit voor het plan. De afgelopen dagen voerden bewoners van de wijk Ter Laan actie tegen de rondweg. Ze pleiten voor een rondweg ten westen van het dorp. Maar volgens de politiek is die te duur. Maar liefst 13 insprekers melden zich gisteravond bij de commissievergadering, waaronder natuurlijk de tegenstanders. Dit kan en mag niet gebeuren. En zeker niet op deze manier. Maar ook mensen die de nieuwe weg juist toejuichen omdat het vrachtverkeer naar de melkfabriek door de nieuwe weg uit het centrum worden geweerd. Ik ben blij te constateren dat we serieus worden genomen. Dan de politiek. PvdA-statenlid Rijploeg was direct duidelijk. De oostelijke rondweg moet er komen. Bedum wordt ontlast. En van grootste belang, de werkgelegenheid bij Friesland Campina kan zich uitbreiden en dat vinden wij van belang. Maar we zijn voor banen. Een groot aantal partijen drong aanvankelijk aan op extra onderzoek naar de door de bewoners gewenste westelijke rondweg. Vandaar eigenlijk ook de vraag of het mogelijk is om toch nog onderzocht kan worden en meegenomen kan worden of dat een haalbare kaart is.
Tijdens het debat gaf gedeputeerde Bouwmans aan weinig te zien in extra onderzoek. Volgens Bouwmans is de westelijke rondweg ruim 25 miljoen euro duurder. En dus is het simpelweg een kwestie van keuzes maken. Het is natuurlijk niet zo dat er geen geld is voor een andere of duurdere oplossing. Alleen wanneer u daarvoor kiest, moet u er ook voor kiezen om iets anders niet of minder te doen. Bijvoorbeeld, u stelt geen geld beschikbaar voor de trein naar Stadskanaal. Het argument van Bouwmans trok uiteindelijk het merendeel van de fracties over de streep. Als wij dat gaan doen, dan heeft dat ook gevolgen weer elders in de provincie. Want daar wachten mensen ook op zaken die wij voor hen oplossen. En dan ben ik blij dat er een oplossing komt. Maar de actievoerders uit de wijk Ter Laan reageerden boos op de gang van zaken. Wij zijn hier op zo'n manier gepasseerd. Binnen 3 weken, hè, er is daarvoor nooit over die Oost en zeker niet over deze variant gesproken. Gedeputeerde Bouwman zei toe de komende tijd met alle omwonenden in gesprek te willen blijven om de plannen gezamenlijk verder uit te werken. Zometeen middelbare scholieren uit de stad die samen met het Noord-Nederlands Orkest optreden. En met scholieren uit Rusland. Fietsers kunnen bij Lauwersoog nu ook het Lauwersmeer oversteken. Daar is een nieuwe fietsveerpont in gebruik genomen. De pont gaat varen over het nieuwe Robbegat. Hey. Oh. Het kost even wat moeite, maar na de zoveelste poging en een beetje hulp lukt het eindelijk. 1, 2. De fietsveerpont heet Lauwersveer. Een naam die de gemeente en provincie na een prijsvraag hebben gekozen uit 120 inzendingen. Je denkt wat na en het eerste wat in me opkwam is Lauwersvaart, maar uiteindelijk werd het dan Lauwersveer en ik had nog een naam, dat was Noorderzon. Dus het leek me ook wel leuk, maar Lauwersveer is het geworden. Vroeger zag een veerpont er zo uit, tegenwoordig zijn ze hypermodern. De Lauwersveer vaart op zonne-energie. De initiatiefnemers zijn erg trots. Ik ben verrast, er is veel meer boot dan ik dacht. Het is in Friesland gemaakt en ik vind het een prachtig ontwerp. Het is echt mooi stabiel, katamaran en ja hoor, het is echt een mooi toekomstgericht bootje. Met de fietsroute die nou gemaakt is, Kiek over Diek, dan kunt u prachtig mooi over de dijken heen gaan. Het Lauwersmeergebied is ook heel mooi, alleen ja, op de fiets zie je het natuurlijk alleen vanaf het land. En juist om ook het water te benadrukken en om ook een leuke ja, interactie, zeg maar, een leuk intermezzootje te maken, hebben we daar een pont voor bedacht om ook Zuideroog en het dorp Lauwersoog meer met elkaar te verbinden. De fietsveerpont wordt nog uitgebreid getest, maar binnenkort zal de Lauwersveer in de weekenden en schoolvakanties volop varen. Bijna 100 pikeurs uit het hele land stonden gisteren aan de start bij de draverijen in Aduard. Veel toeschouwers konden genieten van spannende races. En uiteraard werd er weer op paden gewed. En hieruit bleek, gokken op paden, dat is kinderspel. Komen ze hem in 3 sporen aanvallen. Aykun helemaal aan de buitenzijde. De zon schijnt volop bij de 13e editie van de Aduardse grasmeeting. Het was een mix tussen gezelligheid en spanning om het wedden. Kijken naar de paden, hoe ze lopen, moet zien. Dit is Jan-Kees Dijkstra. Ieder jaar komt hij weer flink gokken op de snelste paden. Een paar jaar geleden heb ik meegemaakt dat ik zelfs inkomstenbelasting moest betalen. Daar gaat de 30% kansspelbelasting af. En ook de kinderen wagen een gokje. Net heb ik 3 euro ingezet. Maar als ik nog wat ga winnen, dat weet ik niet. Ik wil hier straks niet vandaan komen dat ik dus aan het eind van de middag of eind van de avond dus verliezen leid. Daar heb ik meestal een hekel aan. Bij de vorige edities was het regenachtig, maar deze keer schijnt de zon. En volgens de organisatie is de zon dan ook een van de beste sponsoren. Geweldig, er zijn ontzettend veel mensen en ja, die blijven ook lekker hangen. De sfeer is goed, dus nee, perfect. Kom op, 3! Waar staan de 3, jongens? Het was voor iedereen genieten, met name voor de winnaars. Winnen is altijd mooi, maar ik was blij dat hij zo goed liep. En we hebben een prachtig mooie deken gekregen. En het paard is gezondheid. Het paard is goed thuisgekomen. De laatste bocht, jongens. Nou, daar komt de spanning. Helaas, de nummer 3 die stijgt. Ik heb de 5 niet. Maar de kleine Tom had meer geluk. Ja, 4,20. 4,20 euro. Netjes. Ja, ben ik er heel erg blij mee. Met 3 euro inzet. Het blijft altijd gokken, maar met volle moed. We blijven doorgaan. Je hebt geluk of je hebt geen geluk.
als ik zo om me heen zie en als ik de mensen in het dorp beluister, dan luistert eigenlijk en kijkt iedereen naar RTV Noord. Ik ook. Als ik in de auto ben, dan luister ik ook altijd. Dat vind ik leuk. Hoe dichterbij, hoe fijner. Exotisch bezoek in Musselkanaal vandaag. Het dorp werd aangedaan door twee Tibetanen. Ze willen aandacht vragen voor de mensenrechten in hun land. De Tibetanen zijn komen fietsen vanuit Amsterdam. Via Leeuwarden zijn ze in Musselkanaal aangekomen. Met hun fietstocht willen ze aandacht vragen voor de Chinese onderdrukking van hun land. Naar de province zijn de Tibet en China. Veel problemen, alle mensen missen is voor vijf en dood. 118 mensen, 2008 tot 2013. De komende maand fietsen ze nog door Nederland, dan gaan ze verder. Next maand ga alles misschien ga naar alles Europa, ja. Ik denk ja. Muziek maken met een professioneel orkest. Voor een aantal leerlingen van het Predinius Gymnasium in de stad is het een droom die uitkomt. Morgenavond staan ze met een musical in de Oosterpoort. Samen met het Noord-Nederlands Orkest. En ook voor het NNO is het bijzonder. Nog nooit eerder speelde het orkest samen met middelbare scholieren. De musical 3000 mijl in 3 seconden gaat over de Nederlandse Merel en de Russische Yevgeny die verliefd op elkaar worden. De twee wonen mijlen uiteen en of ze elkaar ooit weer zien is de vraag. Merel is in werkelijkheid Carina de Vrome. Voor haar komt een droom uit. Het was de eerste keer dat ik met ze zou gaan zingen, ook best een beetje zenuwachtig. Want het is zo groot en ze zijn zo goed, maar het is echt geweldig. Ja, het is echt veel leuker dan met een bandje. Het is echt superleuk. Een deel van de musical is in het Russisch. Scholieren van een gymnasium in Moermansk doen mee aan het project vanwege het Nederland-Ruslandjaar. Bijzonder is het voor de leden van Aulos, het schoolorkest van het Predinius. Wie heeft nou bepaald wat je mocht doen? Onze dirigent, Jorien Roesink van Aulos. En mijn collega's, slagwerkers, die hebben me wat tips gegeven en taken. Dus. Hoe pak je dat dan aan? Want je kent de stukken misschien niet allemaal. Nee, maar dan improviseer ik en dan onthoud ik dat en dan ga ik daarop anticiperen. Mag dat zomaar improviseren met het NNO? Als ik het goed doe wel, ja. Come on, let it swing! Come on! Het is wel even wennen. Professionals met scholieren. De repetitie gaat bepaald nog niet vlekkeloos. End of scene 9 is beginning of scene 10. You're far too late. Start scene 10, please. Maar de professionals genieten wel. Het zijn allemaal jonge kinderen die muziekinstrumenten spelen, die acteren, die dansen, die zingen. Nou, dat is toch voor ons toch prachtig om daarmee samen te werken. In het leukste dorp van Grun laten we je vandoor kennis maken met het allerkleinste dorp van onze provincie. Westerdiepsterdallen. En met 2 huizen en 5 inwoners is het ook het kleinste dorp van Nederland. Het hoopt stem te winnen omdat ze heel dicht bij de natuur leven. En omdat ze een voorbeeld wilt wezen voor heel veel andere dorpen. Westerdiepsterdallen staat te boek als het kleinste dorp van Nederland. En binnenkort misschien ook wel als leukste dorp van Groningen. Veel is er niet te beleven, maar de inwoners hebben wel een duidelijke boodschap. Het mooie van dit dorp is dat we gewoon een voorbeeld zijn voor de duurzaamheid van in de natuur bezig zijn. Kijk eens hier. Ik heb dus na 3 maanden pas 1 plastic zak vol. Water om het toilet door te spoelen komt uit de regenton. En als het even kan, wordt het buitentoilet gebruikt. Je krijgt zo'n normaal gevoel. Van hey, dit hoort een mens gewoon te doen.
He, gewoon buiten, even lekker zitten poepen. Alles gaat hier weer bloeien. Elke dag zie je het verschil. En ineens heb je het gevoel, ik ben enige normale mens. Hier ligt mijn poes begraven. En op dat stukje een hond. En in die muur is de urn van een vriend die 15 jaar geleden overleden is. En zijn zonen hebben dat met mij gebouwd. Dat maakt het dus echt helemaal een dorp. Bonnie Brattinga, de eerste inwoner van Westerdiepsterdallen, hoopt binnenkort ook een echte publiekstrekker te openen. Hij heeft plannen om een speelkaartenmuseum in het dorp te vestigen. Maar het gaat de dorpelingen niet zozeer om het dorp, maar om een groene en duurzame wereld. Dat de wereld ook zo kan zijn, dat men dat na kan streven op zijn eigen plek, dat duidelijk te maken. En dus stemmen betekent gewoon dat ze daarmee eens zijn. Bang voor horders dagjesmensen zijn de dorpelingen niet, want ook daar is al rekening mee gehouden. Wat je voor de toekomst al. En tot zover Noord Vandaag. Weet u trouwens wat een prokkel is? Een prokkel, dat is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder. En morgen op vrijdag 7 juni gaan kinderen van basisschool De Tamarisk en cliënten van de NOVO gezamenlijk een toneelstuk opvoeren. Dit alles gebeurt in het kader van de Prokkelweek. Het toneelstuk vindt plaats in zorgcentrum Menno Lutter in de stad. Straks krijgt u nog het weer, gevolgd door Klauk. Ik wens u een heel fijne avond. Dag.